euro. Als het spel af zou zijn, zou het 60 euro kosten en dan zou het in de winkel te koop zijn. Nu kost het 20 euro en dat blijft wel, blijft zich uitbreiden en steeds groter worden, dus steeds beter worden. En blijft ook steeds meer mogelijkheden bieden in speelkwaliteiten. Dus, vroeger had je de classic Minecraft, waar dus gewone blokken op elkaar worden geplaatst. Nu komen er steeds meer nieuwe game modes bij en nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld om sneller te lopen, extra wapens, van die dingen. Dus daar ga ik jullie vandaag een kleine demo van laten spelen. Wat zo verslavend is, is de oneindige mogelijkheden die het spel aanbiedt. Doordat alles wat je kunt inbeelden in je fantasie, alles wat je kunt inbeelden, hoe je kunt denken van zo zou ik dat, zo ik dat bouwen, dat wordt dan ook mogelijk. Ik heb nu al laatst een beetje last van als ik een gebouw zie van dat zou ik wel zo kunnen bouwen. Dus de mogelijkheden worden ook steeds uitgebreider. Verschillende soorten glas, verschillende soorten stenen, soorten kleuren, stenen die bijvoorbeeld niet kunnen ploffen, stenen die wel kunnen ploffen, stenen die vallen, want de meeste stenen blijven zweven in de lucht, terwijl sommige vallen, waardoor andere mogelijkheden natuurlijk komen, lava, water, monsters, allemaal van die dingen die eigenlijk allemaal terugkomen en waar dus eigenlijk oneindig veel mogelijkheden mee te maken zijn. Via internet worden updates gedaan en kun je je uiterlijk aanpassen aan het spel zelf. Dus normaal zit je een blauw manneke met een blauw t-shirt en een blauw broek, terwijl je kunt ook andere vormen aannemen, bijvoorbeeld koning of ridder of weet ik veel wat. Maar je kunt niet. Alsjeblieft? Van middeleeuws niet. Het is echt, het is van alle tijdperken. Er zitten verschillende futuristische dingen, er zitten ook oude dingen. Je kunt bouwen wat dat je wilt. Alles is mogelijk. Alles. Je wilt er maar in en het is mogelijk. Zelfs het werkende dingen. Er zitten autootjes in die kun je laten rijden en van die dingen allemaal. Je kunt het, ja. Ik heb een achtbaan gemaakt, ik heb een Romeins slot nagemaakt, ik heb hotels gemaakt, ik heb. En kunnen wij dat bezoeken, zelfs? Ik kan het u laten zien. Als het en speelt iedereen in dezelfde grote wereld? Of het zijn natuurlijk, als je een nieuwe wereld aanmaakt, is het een nieuwe wereld. Dus met verschillende natuurelementen, woestijn, sneeuw, gewoon bos, bergen. Of is die hele wereld van u? Het is alleen van u. Je kunt natuurlijk met vrienden samenspelen, ofwel op multiplayer, ofwel op uw eigen LAN-netwerk. Kunt je vrienden uitnodigen om samen met u te spelen, maar je kunt ook alleen spelen. Met die, 20 euro eenmaal betalen, updates blijft gehouden. Daarom is het goed om het spel nu te kopen, terwijl je 60 hebt en het spel is af. Sneeuwt het, ja, maar ik heb een ander deel van de wereld. Wat is nou? Dit is natuurlijk de wereld die vanzelf wordt gecreëerd als je het spel speelt. Een wereld? Dus een ja, het is nog verstand. Van die kleine projecten was ik bezig. Dat is namelijk niks speciaals. Je hebt dus van die minecards en zo. Nu, ik ga eventjes zoeken. Want ik ben. Zijn er andere spelers die in diezelfde wereld zitten? Momenteel niet natuurlijk, omdat ik niet van op het internet zit. Maar ik kan natuurlijk wel. U vergeet het. Ja, ik ga het meteen afzetten. Er zit ook cheatscode in die automatisch in het spel zitten, kun je aan en uitzetten als je dat wilt. Dus nu ook nacht, dat kan ik ook veranderen. Moet je dat intikken aan? Ja. Kan het vierkante is dat de zon? Vierkante zon en witte vlek. Ik ga nu even terug naar een ander deel van de wereld waar ik een grotere projecten staan. Ik ben nu eigenlijk een deel van een grote project weg, omdat daar een grote kloof was, en dan zag ik een ander project in. Maak je daar maar zelf, maar de vlas zelf doen niet zwaar. Die wereld is natuurlijk zelf. De gebouwen die je nu gaat zien, dat heb ik allemaal zelf. Maar die bomen zwaar. Maar jongen, maken, moet je daarvoor sparen ofzo? Niks sparen. Hier alle blokken. Decoration blocks. Maar die heb je allemaal bij het begin. Dat krijg je allemaal. Je kunt kiezen in het begin tussen creative mode, dus dat is dit als je alle blokken krijgt. Survival mode, waarbij je dus zelf je materiaal moet zien te verkrijgen door middel van eerst bomen te kappen. Waardoor je houten werktuigen krijgt en dan zo evolueren naar diamant. Dat is het meest zeldzaam, het meest sterkste materiaal. Je kunt ook transportatiemiddels. Nu, Minecraft moet natuurlijk wat oplossingen vinden om nieuwe dingen te introduceren, bijvoorbeeld op dieren rijden. Hebben ze geïntroduceerd dat je op een vlag kunt rijden, bijvoorbeeld met een grote zadel op te zetten en een
een stok met een wortel erop. Dus deze dingen bijvoorbeeld heb ik allemaal zelf gemaakt. Allemaal? Allemaal zelf gemaakt. Maar heb zelf gemaakt, bedoel je van echt zelf... zelf met blokjes opgebouwd? En dan zelf erop gewoon bouwen. Hoeveel uren heb je dat al gespeeld, denk ik je? Ik heb het spel sinds eind vorig schooljaar. Dus ik denk dat wel En hoe vaak speelt je dat bijna dagelijks? Ik speel dat dagelijks misschien. Ik speel dat niet dagelijks. Ik speel dat af en toe. Als ik het speel, speel ik het 2-3 uur. Mag je zweven? Waarom zweven? Ik ben nu momenteel aan het vliegen naar een groot project. Kun je ook lopen? Lopen gaat lopen, je kunt ook zwemmen, je kunt sprinten. Oké, hier zijn we nu bij een groot project. Dus het grootste project dat ik momenteel heb gebouwd is. Dus moeder van mijn sportvoorstel is natuurlijk niet. Daar rijdt een auto beneden. Ja, daar rijdt een auto. Ik was met een straal maken. Romeins fort. Dus hier hebben we een soort van Romeins fort. Ik heb er een kleine Griekse tempel gebouwd. Romeinse tempel. Wat zijn die moeilijk om allemaal uit te bouwen? Die tempel heeft me 10 minuten gekost. Echt? Dus dat is zeer, zeer snel gemaakt. Ik zal u wat laten zien. En je moet niet voor een blokje betalen ofzo? Of? Nee, dat is echt, alleen in survival mode moet je dus eigenlijk de materiaal door middel van deze dingen. Niet te snel. Dat is niet te verkrijgen. Dus dat zijn pickaxe. Maar moet je meer betalen voor wat jij speelt? Je speelt nu creative mode. Dat lijkt niet nieuw, daarom vind ik het zo raar dat het zo verslavend is. Het hele spel. Ik heb dus gigantisch veel dingen. Dit is wel het grootste project dat ik momenteel heb. Met onder andere, hier ondergronds heb ik een zaal de grootte van die berg ongeveer uitgehouden. Dus helemaal, dat was één grote steenmassa en heb ik een week aan gewerkt om dat in die. Ik zal er eens even naartoe gaan. En ondanks dat het er eigenlijk niet modern uitziet, gelijk Luzen ook zegt, het ziet er zo oud uit, is het toch voor heel veel mensen zo verslavend. Het is een enorm. Ik heb gisteren nog gezien op de site, het heeft momenteel iets van 5 miljoen kopers. En ze hebben vorig jaar juli het spel op Xbox uitgebracht. De dag daarna is het al terug verdiend wat ze eraan hadden gegeven. 400.000 downloads op één dag op Xbox. 400.000, maal 20 euro. Dat is niet slecht, hè? Dit is een waterlift. Nu heeft dat niet veel nut, maar is er ook fysica in, want water heeft een opwaartse stuwkracht. Dus als je naar boven gaat, dan word je omhoog geduwd door het water. En dat de taak is luchtruimtes tussen, zodat je niet verdrinkt in het water in survival mode. Nu kan het niet verdrinken natuurlijk, want in creative zit, dan zit je praktisch onverslaanbaar. Maar een kind van dood, ja. Wow. Oh. Dit is de zaal. Want je kunt dus dood gaan en laat jij alles weg. Dit was niet van de steenmassa. Nee, het boord is echt gek. Ja. Mag ik dat zeggen? Ja. Je maakt auto's in een zaal. Dat is omdat ik te veel van mijn taak zijn die kant te vliegen. Dus dat heb ik hier te snel transportatie in de stad. Goeie. Dat is heel moeilijk. Ik snap het principe. Ik heb er nog een ruimteschip gebouwd. Ik had het idee om daar van die mannetjes in te stoppen. Die zijn nu allemaal ontsnapt. Dat is een mannetje. Dat is een mannetje. Nu, er kunnen verschillende personages in het spel worden gestopt. Bijvoorbeeld, als ik dit doe. Dit is een speciaal karakter dat ik gevormd kan worden. Dit zijn 4 iron blocks. Dus van ijzer gemaakt. Als ik die op elkaar zet en ik zet daar een pumpkin op, krijgen we een nieuw mannetje. Ah. Een iron golem. En kun je die kapot maken? Dat is een heel lievende wezens, dus je gaat die kapot maken. Die kun je natuurlijk wat kapot maken. Als ik. Je pakt je zwaard of wat? Oh ja. Dan had je hem dood in mijn arm. Die zijn natuurlijk zeer sterk. Er zijn natuurlijk een heel zwakke vijanden. Waarom had je die dood? Nee, die had ik wel. Omdat wij dat gevraagd hadden. Ja, maar ik snap het spel echt niet, hoor. Ja, wat is het doel van het spel? Ja. Het doel van het spel is natuurlijk
Als je de trailer bekijkt, dan zeggen ze van imagine you're a world where you can create everything you want. Dus alles, je moet je maar de zotste gedachten en zit er geen in. En dat kun je bouwen in dit spel. Maar ik vind van dat je allemaal zelf moet bouwen. Dat is het spel, denk ik. Ja, maar dan ben je het verdeeld moeten gaan. Je kunt nu gewoon een blokje in de lucht zetten daar. Je hebt met explosieven gewerkt de hele tijd om het allemaal kapot te krijgen. Nu, ja, en moet je hem dingen kopen en zo? Nee, nee, ik moet niks kopen. Juist het spel moet je kopen en dat is het. Wat geweldig. Ik heb eigenlijk een beetje een definitie van een Romeins woord. Romeins woord nagevolgd. Een Romeins woord kan perfect op zichzelf werken. Dus ik heb hier een gigantische vleeproductie gemaakt. Oh, kijk daar. En die leven ook, zo gezegd. Ze zijn ontsnapt. Oh, leeuw. Ze zijn kapot. Slijn, ik heb die ook dood. En dan zet je er allemaal blokjes in. Ja, ik heb een materiaal. Ik heb ook kippenren. Ik heb er een kippenren, dus die kunnen kippen lopen hier op de grond. Maar hoe weten die kippen nu dat dat zo is? Ja, die kippen die hebben ik erin gezet. Kippen. Dat zien we toch schapen. Zie die eieren hier haar? Het zijn toch kippetjes. Zo grote toppen als hier. Echt? Ja, als hier de honden die blaffen, dan is dat hier. Ik heb fluiten. Moet die box aanzetten? Nee, ja, die steekt niet in. Het zijn dus momenteel onder. Die band kun je trouwens ook van kleur veranderen. Wat toch? Ja? Hier worden de dieren momenteel in opgeslagen. Dat je open en dicht doen. En dan worden die, ja, je zweeft wel eerlijk door de vaart. Dan worden die per minecart. Mooi, ja. Dus ja, we kunnen toch niks doen. Dan worden die zo vervoerd. Dat daar gaat niet. Had hier geen borstje bijgezet. No human transport only. Ja. Oh, die van u. Gewoon niet, wat zo echt. Die had hij gewoon rond. Worden de dieren dus vervoerd. Maar die heeft gewoon rond. Alleen hij heeft het allemaal zo groot gemaakt. En dan komen die hier terecht. En die heb ik. Dus dat zijn aanbeelden. En als een aanbeeld op een dier valt, dan kan het dier dus doden. Dus heb ik een slachtjes zien. Maar hoe weet dan het ding dat hij dat? En dat zijn dus de grootste bomen die we hebben gespeeld. Dat zijn vier kleine boompjes aan elkaar zitten. En dan wil je daar een bepaald product op. Wat blieft? En als je daar... Je bouwt een boom en dan gooi je daar een product op. En dan groeit die of wat? En dan groeit die wat zo. En je hebt die niet zo groot gebouwd? Nee, want anders dat kun je ook. Blokjes in die boom opzetten. Maar ik kan voor een jungle zetten. Alleen nu. En als je er zo vier langs elkaar zet, krijg je dus zo'n grote. Wow. Die dat, dus de wereld leeft eigenlijk. Ja, er komen ook iets. Dat zal ik eens demonstreren. Er zijn ook wel iets nieuws om in zijn schat. Als ik bijvoorbeeld een varkje. Ik pak een varkje en ik pik er nog eens op. Het nieuwe eraan is eigenlijk dat als je varkens in elkaar zet, dat na een tijdje nieuwe varkens zullen ontstaan zijn. Dus, en groeien die kleine dan nog op blijven? Die kleine groeien ook, ja. Dat is dan opeens niet geworden, ja. Nu heb ik dan nog, je bent eigenlijk allemaal kleine kamertjes aan het bouwen. Dus een bibliotheek of zo, ja. Ja, we moesten de schilderijen hangen en zo. Bijvoorbeeld juich, bijvoorbeeld een soort van pizza. En daar wacht heb ik een soort van buiten. Ik ben straks. Wel B. En dan pakken we de vijfde blok, woodblok, deze. Dus een eikenhouten planken. En dan? Sleep je naar een van de vakjes onderaan. Maar ik heb al twee dingen staan. Ja, dat maakt niet uit. Dat kunt er, hoeveel kun je erin zetten? Een stuk of 9, denk ik. Een oude kip. Wat de fuck? Ik dacht, ja, al die materiaal staat hier. Dus. Ik heb een oude kip. Moet je een vlakstuk hebben? Maakt niet uit. We kunnen er ook eventueel weghakken. We gaan een huisje van 5 op 5 bouwen. En nu doet jij weer weg? Terug met escape.
En dan heb je blokjes kunnen maken staan. Maar kan ik ook even wat blokjes rechten, zodat ik klaar. Ja, dan moet je gewoon het blokje pakken en slippen naar boven en het nu klikken. Gewoon in een vakschrijver loslaten. Maar hoe gaat je naar die blokjes? B. Open een vertrouwen. En dan eikenhouten planken, vijfde blok. Dat is met scrollen. Maar kun je eerst dat grond kapot maken? Dat gaat ook, maar ik heb een stuk vlak land. Wie geen vlak land. Maar het is maar een heel klein huis dat we gaan bouwen. We gaan een gigantisch kasteel direct beginnen bouwen. En hoe krijg je weg? Escape. Uit de inventory. En plaatsen is dus met rechtermuisknop. Maar scrollen. En kun je niet houden als je blijft staan? Ja, dat blijft allemaal staan. En dan nu die kruis ja. Plaatsen. Nee, dat ik stel voor dat we beginnen met een basisgrond van 5 of 5 blokken. Dus dat betekent een vierkant. Welke houtsoort? Eikenhout. Ga je ook hier kunnen uitzoomen? Eind? Ja. Niet. Dat is vliegen zeker. Ik heb niks gedaan. Hoe kan je dat zo? Het is voor mij heel donker geworden. Dat kan wel. Niks van aantrekken. Ik heb een grote pot gemaakt. Dan moet je een paar bomen wegblokken, ja. Die bomen plaatsen. Rechtermuisknop. Rechtermuisknop is plaatsen. 5 op 5. Ik heb iets te klein gedaan. Goed. Ja, ik heb eerst nog wat. Oh, ja. 2. Nee, dat kan, dat is, dat gaat 10 minuutjes duren, dus nacht, nog een dag. Oké. Maar soms maakt het zo'n dubbele kan, hè? Denk dat ik nog. Ja, dat is als je te lang ingeduwd hebt. Oh, dat is mooi. Kijk hoe mooi dat is ermee, kijk. Dat niet gewoon. Ik zie niks. Ja, ik ben. Ah ja, wel, dus die, ik zie je wel. Ja, maar met een van de huis. Ja. Ik ben echt fucking verslaven nog een keer. Moet je dat drinken? Ja, dat is geen terug. Ik ga raam bouwen. Dat kan ook niet. Dat is vast. Als je dat weet, dan wordt die grond dan die grond niet weg. Ah ja. Nu heb ik een raam gemaakt. Is de grond. Ja, dus kiezen is dat vooruit dat gaan. Ik stel voor dat we 5 op 5, dus een kubus van 5 op 5 op 5, ja. Maak je dus met ribben 5. Maar hoe gaat het? Het rechtermuisknop. Ik wil het op. Ja, dus als je op slash duwt, dus de schuinstreepje onderaan, tweede knop, naast. Waar staat die ergens? Langs de plus van onder. Langs de plus. Dan komt er onderaan een balkje te staan met een slash. Ja. Als we dan daarin tikken, time set 0. Time set 0. Blijkt dit. Ja, maar ik denk dat het Nederlands niet de commands gaat nemen. En dan op. Ja. Ja, bij mij dus niet. Time set 0. Maar je moet wel die slash ervoor hebben staan. Ik heb een enge spin. Ja, ik zeg, in het begin is wat moeilijk natuurlijk. Oh, ik heb eieren. Het is eigenlijk allemaal ondervindingen die we hebben. Hoe ver het is, hoe hoog moet dat zijn? Ik zeg 5 op 5, dus een kubus van 5 op 5 op 5. Nee. Dat is eigenlijk geen kubus, want dat is echt geteld. 1, 2... Ja, Michiel, dat is geen wiskunde kunnen. Ja, ik kan echt niet tellen eigenlijk. Ik heb wel geteld, maar ik heb wel geteld. Het is wel snel. Je zit dan de gelijke vloer. Ah, nee. Hij drukt twee keren vooruit. Moet je geen vloer maken? Heb je dat al gedaan, hè?
Wat was ik clue? Chique hoor, echt een kelder. Ik moet een beetje. Ik ben dat als je daar een keer van afvalt. Ah ja, wat kun je hier niet? Ja, een creative mode is de meest veilige mode. Ik ga een kelder maken. Ja, ik sta voor te bij de in vorige opdrachten blijven. Nee. Behalve Leander, jij moet een kasteel bouwen, ja. Ik wil wel een... Ik wil er wel... Maar ik ga een gat maken, ik ga daar een deur maken. De deur staat bij de redstone, dat is het derde van bovenaan. Ik zou pakken een bruine deur, geen ijzeren, want die kunnen we zo niet openen. En plaats je dan in de dingen. In uw werkbalk. Deur open is met recht de muisknop op de deur klikken. Oh my god, veel op de knop. Als geluid zou aanstaan, zou ook effectief kraken van de deur open. Ze hebben geluid, hè? Ze hun hoofdtelefoontjes opdoen. Maar ik hoor het glas opbreken. Je hoofdtelefoontjes opdoen, heb je geluid. Zit je vast? Ja. Kom dadelijk nog eens puzzelen. Hè. Dit spel is zo leuk. Zeg dat nog eens, Lize. Dit spel is zo leuk, hè. Kijk eens af. Het is zo beslavend, echt. Ik snap niet dat je... Oh, damn it. Ik druk altijd in het oor en onder. Oefenen. Film hem maar. Ja? Oké. Okay. Nee, dat was sarcastisch. Heb jij anders dan een houten deur? Wat? Heb jij andere deuren dan hout? Ik heb twee naast elkaar gezet. Ah, cool. Yo. Dus dat mijn volgende deel. Je bent net interieur zijn. Nu al? Ja. Ik heb dan al wel gespeeld, Alize. Nee? Kijk, okay. Van met aarde gebouwd zelf. Oké. Okay. Voilà. Oké. Ja. Nee, ik heb echt geen thuis. Ik kom bij u nog eens bouwen.